wethouder Brouwer, waar ontbreekt het dan aan? U moet weten, we hebben wat dat betreft wel een jonge geschiedenis in die zin. Mijn ouders die zijn geboren op het eiland Urk. Maar ik ben zelf afkomstig uit het onderwijs en kwam er toch al heel snel achter dat onze kinderen niet eens meer weten dat Urk voor de Tweede Wereldoorlog een eiland was. Dus daar hebben we nog wel wat in te doen in de geschiedenis van Urk. Van waar komen wij vandaan? Waar zijn we naartoe gegroeid? En wat stelt u voor? Wat kan er bijvoorbeeld gedaan worden? Nou, cultuureducatie kan natuurlijk heel concreet. Als wij denken aan het palenscherm, dat wat de contouren van het eiland aangeeft, wat heel belangrijk is geweest in de geschiedenis van Urk. In de cultuurnota kwam onder meer naar voren dat u die cultuur bij jongeren wil bijbrengen door bijvoorbeeld ambachtsschilden op te richten of workshops klederdracht te maken. U moet het wel breder zien. Dus klederdracht is heel belangrijk voor ons. De klederdracht zelf die kom je in het dagelijks leven niet meer tegen. Maar je ziet eigenlijk dat er een hernieuwde belangstelling is voor de klederdracht. En niet bij ouderen, maar juist bij de jeugd. Ja, mevrouw Romkes van het CDA, u zei tijdens de commissievergadering, nou hartstikke mooi. Maar er is veel meer dan het behoud van onze cultuur alleen. We moeten ook aandacht hebben voor eigenlijk nieuwe dingen. Nou, we denken vanuit CDA dat het goed zou zijn om ook andere vormen van kunst te laten zien aan onze jeugd. En dat ze ook andere uitingen van kunst zien, ook in de openbare ruimte. En als voorbeeld gaf ik bijvoorbeeld dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een gedicht op een gebouw hier in het dorp ergens te zetten. Hoe kan het dan dat jongeren daar toch die geschiedenis lijken te vergeten? Ik denk dat het past bij jongeren, ook wel bij de jongerencultuur. Geschiedenis is niet zo hot. En daar hebben we dus, daar moet je zelf wel heel veel moet je investeren om dat bij jongeren kenbaar te maken.